Het lied Jeruzalema is in coronatijd uitgegroeid tot een soort troostlied voor het zorgpersoneel. En Jeffrey doet het er al vele sinds maart, zo ook vandaag. Ik ben gewoon langs alle verzorgingshuizen gegaan deze afgelopen lockdowns. Om de mensen hard onder de riem te steken. En nu werd ik gevraagd om dit ook bij de GGD te doen. Als mooie toevoeging eigenlijk aan het geheel. Dan zei ik natuurlijk meteen ja. Je merkt toch wel dat het druk is geweest, zwaar. En als je dan zo'n nieuw jaar start, ja, dat is echt fantastisch. Ja, het geeft heel veel moed. Maar hoe is het met het bron- en contactonderzoek? Er waren toch ooit te weinig mensen? De landelijke heeft uitgebreid, wij regionaal hebben uitgebreid. En dat betekent dat we goed kunnen wisselen met bron- en contactonderzoek. En dus ook als de vraag minder of meer wordt, goed kunnen schakelen. Wel merken de bellers van de GGD dat mensen coronamoe zijn en negatief zijn aan de lijn. Daar zijn we trainingen voor aan het ontwikkelen, want we merken dat onze medewerkers het best wel zwaar vinden. Toch wel, want als je de hele dag toevallig dat soort telefoontjes hebt, sluit je een dag vervelend af. En we proberen er goed met elkaar over te praten en hulp te bieden. En bereikbaar te zijn, ook als arts en als verpleegkundige en als coach. Hoe ga je nou met een negatief gesprek om? En dan is dit een fijne hart onder de riem.